denk toch niet dat hoorcolleges verplicht maken dat dat goed zou zijn. Waar het rond september, oktober hartstikke druk is hier op de Uithof, wordt het nu wat kouder en guurder en merken we ook dat het rustiger wordt. En niet alleen hier in de Uithof, ook in de klassen is het dan wat rustiger. En daarom vroegen wij ons af, is een aanwezigheidsplicht nou de oplossing tegen die half lege klassen? Hebben jullie een aanwezigheidsplicht voor sommige vakken of helemaal niet? Ja, bij veel vakken wel, ja. Nee, wij hebben geen aanwezigheidsplicht. Bij verpleegkunde niet. Bij de minor die ik doe heb je die wel. Mag je, bij sommige vakken mag je 1 keer afwezig zijn en andere vakken 0 keer afwezig. Maar bij verpleegkunde zelf heb ik geen aanwezigheidsverplichting. Zou een aanwezigheidsplicht een oplossing zijn tegen half lege klassen? Of het nou een goed idee is of niet? Nee, ik denk persoonlijk niet. Nee. Ik weet niet of het een oplossing is. Ik denk dat het niet werkt. Het feit dat je een verschil hebt tussen verplicht en niet verplicht maakt dat studenten denken, oh, als het niet verplicht is dan betekent het dus blijkbaar iets wat je makkelijk kunt missen en wat je kunt opvangen door naar PowerPoints te kijken of andere dingen. En dat is jammer. Laat ik er heel duidelijk over zijn. Daar ben ik een tegenstander van. Want ja, we zitten hier in het hoger onderwijs. En ik vind het juist een van de belangrijke, ja, laten we zeggen, de studenten moeten ook laten zien dat ze gemotiveerd zijn. Wat is voor jou een motivatie om wel naar de les te gaan? Een goed cijfer. Ik wil wel gewoon mijn dingen halen en ik heb gewoon mijn studiepunten nodig. Dus ik wil wel gewoon, als ik erheen ga, als ik iets van uitleg krijg, dan kom ik meestal wel. Kan je ook voorstellen dat het voor een docent frustrerend kan zijn? Heb je een hele les voorbereid, zit de helft er maar? Ja, kan ik me goed voorstellen. Ik kan me ook goed voorstellen dat de docent dan denkt van, joh, doe ik dan iets verkeerd? Het blijft natuurlijk onbevredigend hoor. Dat moet ik eerlijk zeggen. Het is niet zo dat ik zeg, het interesseert me niet. Maar je moet het ook wel een beetje kunnen relativeren. Zijn er andere dingen waarvan je zegt, dit is voor mij echt een motivatie om gewoon in de les te zitten? Ja, omdat ik ook mezelf een beetje ken dat ik thuis toch net iets minder doe dan wanneer ik op school zou zitten. Plus dat het is natuurlijk ook wel gezellig om je klasgenoten vaak te zien. Een beetje te praten zo, een beetje socializen is wel leuk altijd. Ja.